Een verhoging van het standgeld naar meer dan 30.000 euro verplichtte Circus Malter de ideaal gelegen Zuiderdokken te laten en dit jaar uit te wijken naar het Kattendijkdok. Het was financieel niet haalbaar om nog te blijven op de gedempte Zuiderdokken. De verhuis naar de locatie aan het Kattendijkdok baart de organisator zorgen. Het duurt altijd een tijd eer mensen wennen aan een nieuwe locatie. De organisator verwacht dan ook minder bezoekers. Het circus zou toch een vaste locatie moeten hebben, like toen in de tijd, de Vlaamse Kaai, dat de mensen weten, het circus het is daar te doen. Hè. En een stad als Antwerpen zou toch moeten zorgen dat dat mogelijk is. Hè. Ook aan het Kattendijkdok is de toekomst van Circus Malter niet zeker, want volgens de organisator zou er volgend jaar sprake zijn van de bouw van appartementen. Het circus moet dan mogelijk weer op zoek gaan naar een andere locatie.